Door de tijd heen heb ik steeds beter leren begrijpen hoeveel invloed het kampverleden van mijn moeder op haar leven heeft gehad en daarmee op dat van ons. Hoe moeilijk het voor haar is geweest om verder te leven met herinneringen aan een tijd die te pijnlijk was om onder woorden te brengen. Het lijkt alsof oorlog nooit meer uit een mens gaat. Buigen voor de keizer, buigen en een beetje snel. Buigen voor de keizer, buigen op appel. Je kunt geen tijd verliezen, de tijd die staat hier stil. Je kunt smachten. Van mijn jeugd heb ik min of meer onbezorgd kunnen genieten. En anders dan mijn leeftijdsgenoten van toen, heb ik niet veel te snel volwassen hoeven worden. Gescheiden worden van je moeder, wat mij betreft moet dat ook vallen onder de mishandeling die mensen in oorlogstijd hebben moeten doorstaan. Ik heb daar mijn vader verloren. En ik voel me verplicht om ieder jaar hem hier te gedenken. En met die gedachte ben ik hier. En er zijn met hem met zoveel mensen die voor ons gestreden hebben en geleden hebben. En dat is mijn gedachte, de gedachte aan mijn vader.